Goedenavond, welkom. Op deze eerste dag van de paasvakantie hebben enkele Vlaamse scholen al beslist om na de vakantie op maandag 19 april niet volledig te heropenen. Een week eerder, op 12 april, zullen de verantwoordelijken van het onderwijs beslissen om de scholen na de paasvakantie weer volledig te heropenen of niet. Maar sommige middelbare scholen willen daar dus niet op wachten. Zo zullen de leerlingen van de tweede en derde graad van de middelbare school van het Kardinaal van Roei Instituut in Vorselaar sowieso de eerste twee weken na de paasvakantie deeltijds afstandsonderwijs volgen. We hebben die beslissing nu al genomen om twee redenen. Eén, omdat we de kaart van de veiligheid willen trekken. We willen heel graag al onze leerlingen terug voltijds op school, maar alleen als dat ook in veilige omstandigheden kan. En daar zijn we nu nog niet zo van overtuigd. En ten tweede wilden we ook rust en zekerheid bieden aan onze leerkrachten en aan onze leerlingen. Vanaf vandaag geldt de zogenoemde raamregel op de trein. Alleen de plaatsen aan het raam mogen dan ingenomen worden, zodat er maar half zoveel mensen op de trein kunnen als er plaatsen zijn. De regel geldt alleen op treinen die naar de kust rijden. Dus niet voor de terugreis en ook niet voor andere bestemmingen. Onbegrijpelijk en absurd vinden sommigen. Wij vroegen ons vooral af hoe de NMBS dat in goede banen leidt. Vanmorgen in station Leuven. Op dagen met mooi weer staat hier vaak volk aan te schuiven om naar de kust te gaan. Nu niet, vermoedelijk door het frisse weer. Sommige mensen hebben wel vragen. Je mag enkel aan het raam zitten. Maar wij zijn familie, met mijn dochter. Als je dochter jonger dan 12 jaar is, mag ze naast jou zitten. Maar de familie boven de 12 jaar mag enkel aan het raam plaatsnemen. We doen dat al onmiddellijk in de stations, op weg naar de perrons. We weten, als er een trein aankomt, hoeveel reizigers daarop zitten. Dan weten we ook hoeveel mensen nog op het perron mogen. De regel is wel heel omstreden. Ik denk dat het wel kan helpen, maar ik kan ook niet zeggen dat ik er 100% achter sta. Omdat ik vind dat er al heel veel vrijheden worden weggenomen. En ik vind het allemaal wel heel moeilijk en heel lang duren. Dat is eigenlijk best wel logisch, omdat als iemand naast ons komt zitten, kunnen we geen afstand houden. Dus dan hebben we direct contact met elkaar. En de politie patrouilleert. Wie toch niet op de goede plaats zit, wordt aangemaand dat wel te doen. Ook in Gent moet het aantal reizigers niet beperkt worden. Het raam zitten kent dus een rustige eerste dag, dankzij het koele weer. En in tegenstelling tot de voorbije dagen is alles rustig gebleven in de parken van Brussel. Gisteren en eergisteren verzamelden groepen jongeren in onder meer het Terkamerenbos en het Jubelpark. Ze hebben het allemaal gehad met de coronamaatregelen. En ook vandaag was er een oproep om in het centrum van Brussel te gaan manifesteren tegen de maatregelen, maar daar kwam haast niemand opdagen. En dan het winkelen op afspraak. Dat is helaas geen succes. Sinds een week kan u in niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak terecht. Maar weinig mensen gaan ook graag op die manier shoppen. Zo trekt het Waasland Shopping Center maar 1/3 van de klanten die er normaal komen winkelen. Een kwart van de winkels blijft er zelfs dicht, omdat het gewoon niet rendabel is. Deze extra maatregel van het shoppen op afspraak zet een nieuwe rem op de verkoop, wat maakt dat we het seizoen helemaal niet meer kunnen redden en dat het verkoopcijfer uitermate negatief zal zijn. We hopen dus dat de maatregel aangepast wordt, zodat we het seizoen nog een klein stukje kunnen redden. En anderzijds vragen we ook aan consumenten dat ze in deze moeilijke tijd nu meer dan ooit hun lokale handelaar ondersteunen en lokaal kopen winkelieren. Wie wil, kan zich vanaf dinsdag inschrijven op een reservelijst om gevaccineerd te worden. Op de website QVAX kan je je registreren met je Rijksregisternummer en aangeven op welke momenten je vrij bent. Als er dan vaccins over zijn, wordt een sms of mail gestuurd die je binnen het half uur moet beantwoorden. De reservelijst gebruikt dezelfde volgorde als de gewone vaccinaties. Een van de voordelen van dit systeem zal zijn dat automatisch de mensen met de hoogste prioriteit voor vaccinatie eerst worden opgeroepen als reserve. Concreet betekent dat wie het oudst is en op die reservelijst staat, zal het eerst een sms of e-mail krijgen om snel naar het vaccinatiecentrum te komen. Bij ons wordt er woensdag beslist of een bijsturing nodig is, maar Nederland legt de vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig helemaal stil.
Gisteren besliste Nederland alleen nog 60-plussers met AstraZeneca in te enten nadat er 5 nieuwe meldingen waren over ernstige aandoeningen bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar. 1 vrouw is ook overleden. Maar omdat in heel Nederland nog maar 760-plussers ingepland waren om het AstraZeneca-vaccin te krijgen, zullen ook zij nu een ander vaccin krijgen. En dan naar Italië. Daar is een 3-daagse paaslockdown begonnen. Het hele land wordt nu beschouwd als rode zone. Alle niet-noodzakelijke winkels zijn dicht. Met de strenge maatregelen wil de overheid verhinderen dat de Italianen gaan rondreizen. Pasen is in het katholieke Italië traditioneel een belangrijk familieweekend. Maar net zoals vorig jaar wordt dit nu met veel beperkingen gevierd. Ik ben content dat ze de controle doen. Dat betekent dat iets in dit casino La vedo male, però che dobbiamo fare? Facciamo passeggiata in bicicletta e passa tutto. En ook de Fransen zijn sinds vandaag weer 4 weken in lockdown. En al mogen ze zich in principe niet verder dan 10 kilometer van hun woning begeven, toch profiteren veel Fransen nog van dit verlengde paasweekend om nog eens verder van huis te winkelen of naar familie te reizen. President Macron wil dan ook niet dat er tijdens het paasweekend al hard opgetreden wordt tegen overtreders. Een verslag van onze ploeg in Annecy. Dames, messieurs, la compagnie des bateaux sur le lac d'Annecy et l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord du Cygne. Een rondvaart op het meer van Annecy met opvallend veel Fransen die uit andere regio's komen. On habite sur la Côte d'Azur et on voulait profiter un petit peu de la montagne avant le confinement. Pour décompresser un peu puis profiter un peu du dernier jour avant voilà le confinement de 4 semaines. Het is trouwens de laatste boottocht, want de strengere coronaregels in Frankrijk komen eraan. Il faut qu'on soit solidaire de tous ces Français qui vont rester chez eux, qui vont pas vous pouvoir bouger à plus de 10 km de chez eux. Donc il faut qu'on reste solidaire, donc on préfère fermer. De Franse president Emmanuel Macron spreekt liever niet over een nieuwe lockdown, een reconfinement. Hij vraagt de Fransen enkel extra inspanningen, des efforts supplémentaires. En vanaf morgen zijn in heel Frankrijk ook alle niet-essentiële winkels minstens voor 4 weken dicht. On profite des derniers instants. Parce qu'après, aujourd'hui, tout est fermé. Demain, je crois. On ferme le porte-monnaie. Een zomer zonder al te veel coronazorgen. Frankrijk wil het maar al te graag. En daarom hoopt iedereen dat deze inspanningen zullen lonen. Argentijnse president Alberto Fernández heeft positief getest op COVID-19. Dat is opmerkelijk, want Fernández werd in januari ingeënt met het Russische coronavaccin Sputnik V. Gisteren ontwikkelde de president symptomen en onderging hij een sneltest. Een PCR-test moet de besmetting wel nog bevestigen, maar voor alle zekerheid zit de president nu in isolatie. In Myanmar zijn bij protest tegen de staatsgreep van 2 maanden geleden alweer doden gevallen. 5 mensen deze keer, de meeste in de centraal gelegen stad Minowa. Volgens een plaatselijke mensenrechtenorganisatie kwamen er sinds de coup in totaal al meer dan 550 mensen om het leven. Meer dan 2700 betogers zijn ook gearresteerd of veroordeeld tot celstraffen. En in Egypte is het Suezkanaal weer vrij. Dat is 10 dagen lang geblokkeerd geweest door een aan de grond gelopen containerschip. Daardoor ontstond een lange file van meer dan 400 schepen die moesten wachten tot de doorgang was vrijgemaakt. De oorzaak van het vastlopen van het schip wordt nog onderzocht. We blijven in Egypte, want in de hoofdstad is vanavond een ongeziene optocht gehouden. 22 mummies van koningen en koninginnen uit het oude Egypte zijn er verhuisd van het ene naar het andere museum. Het ging onder meer om de beroemde mummies van Ramses II, een van de meest bekende farao's. Onder de naam de Gouden Optocht trekt de feestelijke parade door de straten van Cairo. De verhuis van de 22 mummies is door het Egyptische regime groots aangepakt. De mummies liggen al meer dan een eeuw in een museum in het centrum van Cairo. Nu krijgen ze een nieuwe verblijfplaats in een museum enkele kilometers verderop in het zuiden van de stad. De mummies worden vervoerd in speciale capsules en liggen op versierde militaire trucks. Alles verloopt onder strenge politiebewaking en publiek wordt weggehouden. De hele tocht duurt zo'n 40 minuten. Bij aankomst aan het nieuwe museum staat de Egyptische president Sisi de stoet op te wachten.
In het nieuwe museum zullen de mummies in betere omstandigheden bewaard en tentoongesteld worden. En dan sportnieuws. In het voetbal heeft KV Oostende een slechte zaak gedaan in de strijd voor play-off 1. Want het verloor op eigen veld met 0-2 van Waasland Beveren, nogthans de laatste in de stand. Als Anderlecht overmorgen bij Antwerp minstens gelijk speelt, dan springt het over Oostende naar de vierde plek. Omdat het gisteren Wereldautisme-dag was, zitten er in de tribunes enkele kinderen met autisme. In volle stadions zijn er te veel prikkels voor hen. Ze zien dat Sinani Waasland-Beveren op voorsprong brengt. En een kwartier later zorgt de Zwitser Fraai voor de 0-2. Oostende reageert dan wel meteen. Giel Sager scoort ook, maar Daze hindert doelman Jakkers. Dat oordeelt toch de scheidsrechter na het bekijken van de beelden. Goal afgekeurd dus en geen 1-2 voor Oostende. Dat kan na rust geen vuist meer maken en beëindigt de match nog met 9. Na eerst rood voor Jekel en hier voor Gueye, die Fraai bij de keel grijpt. 0-2. Waasland-Beveren is onderaan nog niet uitgeteld. Oostende leidt duur puntenverlies in de strijd voor de top 4. En nog vanavond won Leider Club Brugge met 1-2 bij KV Kortrijk. Sint-Truiden hield de punten wel thuis en klopte KV Mechelen met 2-1. In de stand heeft Club Brugge voorlopig 19 punten meer dan Antwerp. Oostende kan dus zijn vierde plaats kwijtspelen aan Anderlecht. Onderaan doet Sint-Truiden een goede zaak, net als Waasland-Beveren, dat wel laatste blijft, maar nader tot op 1 punt van Cercle Brugge. En morgen is het zover. De Ronde van Vlaanderen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En door het uitstel van Parijs-Roubaix wint Vlaanderens mooiste nog aan belang, want het is meteen de laatste kassei-klassieker van het voorjaar. Oudenaarde is het epicentrum van de ronde. Daar ligt onder meer de Koppenberg en de aankomst. De burgemeester hoopt dat de wielerfans even gedisciplineerd zullen zijn als vorig jaar. Niemand mag naar de aankomstzone komen in de veiligheidszone. Dus de mensen weten dat. Vorig jaar is dat ook zeer goed verlopen. Er mogen natuurlijk wel mensen rondwandelen op de markt. Natuurlijk in veilige omstandigheden, met mondmasker aan, noem maar op allemaal. Dus in dat opzicht denk ik dus dat we geen moeilijkheden gaan hebben. En we eindigen in het noordoosten van Rusland. Daar is de traditionele sledehondenrace Nadezhdag begonnen. De tocht is 1150 kilometer lang en is opgesplitst in 13 ritten van elk ongeveer 100 kilometer. De winnaar neemt €11.000 mee naar huis. Intussen bestaat de wedstrijd al 30 jaar met elke keer opnieuw weer deze mooie beelden. En daarmee zijn we rond. Bedankt voor het kijken. En op dit late uur kan ik niet anders dan u een goede nacht wensen. Slaap wel. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.